Goed, fijn dat u in ieder geval gekomen bent. En een grote groep. Dat was ook in de aanmeldingen bekend, dus dat is mooi. En het is zover. Hè, de aanbouw van ons is klaar. Een hele uitbreiding na 17 jaar oplevering van dit gebouw. Vele mensen zeggen, het ziet er nog als nieuw uit. Maar goed, wij vinden dat het, als je zo meteen hiernaast gaat kijken, dan zie je daar wel al een hele andere stijl. Ik ga eerst een dankwoordje uitbrengen. En daarna geef ik het woord aan wethouder Menno Tichelaar. Die zal de officiële opening verrichten. Nou, hier achter mij zien jullie de noodzakelijke uitbreiding van de kleedkamers die we gerealiseerd hebben. En dat is vooral om de drukte van de zaterdag met onze vele jeugdleden op te kunnen vangen. Nog steeds groeien we, al is het gelukkig niet meer 100 leden per jaar. Zoals dat in de beginjaren dat wij hier kwamen op deze locatie plaatsvond. Nou, we hebben hier kleedkamers erbij, één luxe. Hè, in eerste instantie voor onze selectie en onder 23. Hoewel we ook wel andere niet-selectieteams in, die mooie kleedkamer gaan zien. Want ook zij mogen daar gebruik van maken. We gaan ons verbreden door samenwerkingsverbanden aan te gaan met in-huis fysiopraktijk, de fysioclub en BSO Bijzonder, waar we al samenwerking mee hadden, maar die hebben we dus uitgebreid. En hier waar ik sta is bijvoorbeeld een flexibele ruimte waar WSO-kinderen worden opgevangen en in de ruimte hiernaast komt nog een groep, zodat we een tweede groep ook kunnen huisvesten. U mag het zo gaan bewonderen. En we hebben de ruimte die we extra krijgen voor de BSO is natuurlijk ook gelijk een ruimte waar wij onze vereniging en teamvergaderingen kunnen houden, cursussen, etc. Goed, de realisatie is mogelijk gemaakt door vele mensen en instanties die achter dit plan stonden. Steun vanuit de gemeente en ook vanuit het Rijk. Voorafgaand en tijdens de bouw zijn er veel gesprekken gevoerd met de gemeente. Ook toenmalig wethouder Hans Buitelaar, daar hebben wij ook steun van gevoeld met deze plannen. En uiteindelijk was het een bijzonder moment, midden in de coronatijd, dat we het bericht kregen dat uiteindelijk de gemeente de subsidie had gehonoreerd. En dat was ook het moment dat we zeiden van oké, dan kunnen we doorzetten. Uiteraard steun vanuit onze leden. He, goedkeuring vanuit de plannen en vanuit het bestuur in de ALV. Ondersteuning vanuit de SRO bij de realisatie. Maar ook steun vanuit de sponsors. Want uiteindelijk is het gerealiseerd door onze sponsors. Bouwbedrijf Schonebeek, waarmee het bijzonder plezierig samenwerken was. Alles wat we met vrijwilligers konden invullen, ook gaande het project, mochten we zelf doen. En konden we dus ook veel zaken uit de begroting halen. Het resulteerde in een enorme lijst van meer en minder werk. En gelukkig voor ons wat meer minder werk. Lomans heeft de installatiewerk verricht. Lucht, water, verwarming, verkoeling, alarm. Alles met een waterpomp bediend. Dus het is volledig duurzaam opgezet. Smink Infra, al het grondwerk en bestrating gedaan. Waarvan de kosten omgezet worden naar een langdurig sponsorcontract. Waarvoor ze ook heel erg dankbaar zijn. Alpha Software, die naar aanleiding van onze plannen ook het contract heeft uitgebreid en verlengd. En door vooruit te financieren konden we ook de lening met nog een andere sponsor, de ING, wat lager houden. En vooral, niet te vergeten, de steun vanuit onze vrijwilligers. Recentelijk gaf Evert Schonebeek nog een heel mooi compliment aan onze vrijwilliger. Hij had nog nooit meegemaakt dat een club al het geplande vrijwilligerswerk ook daadwerkelijk wist uit te voeren. Jullie hebben het zelfs nog meer gedaan dan wat oorspronkelijk begroot was. En dat is een veer voor onze vrijwilligers. We gaan onze vrijwilligers daar nog speciaal voor bedanken. Door de hectiek van de laatste tijd is dat wat moeilijker gegaan, maar dat komt zeker nog. En
Maar het is ook te veel om al die mensen op te noemen, want dat geluk hadden we dan. Maar u kunt een bord zien waar in de aanbouw waar onze vrijwilligers staan en wat ze hebben gedaan, in welke projectgroep ze zaten. En zo kunnen we toch even kijken van wie er allemaal bij betrokken waren. Een vaste zaterdagochtend bouwteam, die bijna een heel jaar elke zaterdagochtend hier op de bouw aanwezig was. En dat doe ik het toch. Bart, Hans, Jaap, Gert, Jan, Marco en Jan Pieter. Ik noem ze dan nog maar even. Of het schilderteam die dagelijks hier bezig was, zo'n in periode van ruim 2 maanden. Kijk er even naar, zal ik maar zeggen, zij verdienen uw aandacht en dank hiervoor. Ik noem ook even in het bijzonder Gert Prinsen, die ook in het zaterdagochtendteam zat, maar daarnaast vanaf het ontwerp tot aan de bouw samen met mij de coördinatie heeft gedaan. En dat is een enorme steun voor mij geweest van ontwerp tot realisatie. Dankjewel, Gert. En er is er nog iemand, en die wil ik even naar voren halen. En dat is Gladys Stra. Gladys, wil je even naar voren komen? Geheel vrijwillig heeft Gladys de dagelijkse uitvoering uitgevoerd. Hij kon niet iedere dag aanwezig zijn, want hij moest zelf ook nog verhuizen en verbouwen aan het huis en het appartement van zoon Arno. En toch was het Gladys die ongelooflijk veel werk heeft verzet en bijna altijd aanwezig was bij de bouw. En we hebben het afgelopen jaar met veel plezier samengewerkt, Gladys. Gladys die gaf dan elke... wat moeten we zaterdag doen? Dan kreeg ik een lijstje van hem. En dan kon ik die mensen die in die lijst stonden mailen van... we gaan dat en dat doen zaterdag. En Gladys die wist dan wel in te vullen wat we gingen doen. Ik ga dat nog missen. Van jouw nuchtere benadering van zaken heb ik veel geleerd. Tegenvallers werden weggewuifd met tekstas. Het is nou eenmaal zo, makkelijk zat. Maar je hebt niet alleen dit project een jaar ingezet voor de club. Je bent ook al 40 jaar scheidsrechter van deze club. En al jaren heb je ook door je coördinatie, je hebt het in de opzet de coördinatie gedaan van de EHBO, maar de scheidsrechtersgroep doe je ook. Dat laatste ga je mee stoppen. Het fluiten nog niet. Daar ga je nog mee door, zei je van de week nog, totdat ik er bij neerval. Ik hoop ook iets eerder, ja. maar je bent verhuisd en je bent zelfs naar andere clubs in de buurt gaan kijken. In je omgeving, en ik hoorde dat allemaal aan. En je zei op een gegeven moment tegen mij, nee, dat is het toch niet, ik blijf toch hier fluiten. Dus je blijft gewoon bij de club waar je hart ligt. En daarom, Gladys, heeft het bestuur besloten om jou erelid te noemen van deze vereniging. Een mooi speltje bij. Au. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel, Radders. En dit is dan een mooi moment om het woord te geven aan de wethouder Menno Tichelaar. Voor de officiële opening. Waarna we met z'n allen met de aanbouw kunnen gaan bekijken. Mooi dat we hier op deze zonnige zomerse dag met elkaar staan. Mijn naam is Menno Tichelaar. Ik mag in de laatste weken van het huidige college nog even de portefeuille sport hebben. Dus vandaar dat ik hier sta. Maar volgens mij, en de naam is al genoemd, Hans Buitelaar heeft hier veel meer mee te maken dan dat ik het heb gehad de afgelopen jaren. Maar zo gaat het heel vaak. Je mag iets openen wat anderen hebben voorbereid. Ik sprak Hans Buitelaar nog vandaag en hij probeerde te komen, maar had ook iets anders. Dus, maar volgens mij zit hij niet in de zaal. Nee. Maar ik wil in ieder geval VV Hooglanderveen... Moet ik dichterbij? Ja, precies. VV Hooglanderveen wil ik hartelijk feliciteren
Met de uitbreiding van deze accommodatie werd al even gememoreerd, hè, 2005, met de komst van Vathorst hier naar deze locatie verhuisd. 17 jaar later is deze uitbreiding al noodzakelijk vanwege de enorme groei van de vereniging. Een bloeiende vereniging dus. En het is ontzettend mooi dat deze uitbreiding ook op deze manier tot stand is gekomen. Met veel sponsorwerk, maar vooral met het vele vrijwilligerswerk wat hierin heeft gezeten. En wat dat betreft is dat inderdaad fantastisch dat jullie dat met elkaar zo voor elkaar hebben gebokst. Ik wil jullie ook als vereniging nog van harte feliciteren met het 75-jarig bestaan. Uiteraard had dat vorig jaar gevierd moeten worden, maar we weten allemaal waarom het niet kon. Maar het is toch mooi dat dat in dit weekend volop gevierd kan worden. En dan is het ook mooi dat het hier bij deze vereniging niet alleen over voetbal gaat. Ik heb begrepen dat er vanmiddag inderdaad al een mooie activiteit was, waarbij ook mensen van de Zonnebloem aanwezig waren. En ja, dat samenwerken, wat al genoemd werd, dat is ook prachtig en mooi als je dat ziet. Dat naast het voetbal er ook ruimte is voor de BSO, voor een activiteit als vanmiddag, voor fysio enzovoort. Ik ben heel benieuwd naar de uitbouw. Ik heb begrepen dat ik die mag openen door een lintje door te knippen. Daar gaat hij dan. Van harte gefeliciteerd. Hierbij geopend. Nou, hier zijn de faciliteiten. Wat ben je zo krijgen? Als je hier heen hoopt, dan zie je dus dat deze ruimte is. Meneer Tichelaar, u mocht vandaag het nieuwe complex of het aanbouw van het complex openen. Wat is uw eerste indruk van het nieuwbouw? Nee, het is een prachtige uitbreiding van het complex. Een mooi aantal nieuwe kleedkamers erbij. En het is ook mooi om te zien inderdaad dat ook de verbreding wordt gezocht met fysiotherapie, met de buitenschoolse opvang die extra ruimte heeft in dit complex. En het is ook heel mooi om te zien dat het een hele duurzame uitbreiding is geworden. Ja, ze hebben veel aandacht besteed aan de duurzaamheid, aan energievoorziening, om te zorgen dat ze zo min mogelijk energie gebruiken. Ja, zo min mogelijk energie verbruiken, een warmtepomp. Dus wat dat betreft inderdaad prachtig om dit vandaag in gebruik te mogen nemen. Kunnen we zeggen dat deze 75-jarige club klaar is voor de toekomst? Deze club is echt klaar voor de toekomst. En ja, dat is ook wel nodig, want in Vathorst wordt nog gebouwd en er komt ook nog een stukje bij in de toekomst. Dus wat dat betreft prachtig dat deze uitbreiding mogelijk is gemaakt met heel veel vrijwilligerswerk. Dus dat is ook fantastisch om te zien dat inderdaad naast de bouwen ontzettend veel uren vrijwilligerswerk vanuit de club erin zijn gaan zitten. Dankjewel. De Glazet, Dorps TV voor en door Hooglanderveen.